Tegenwoordig ben ik het aan het overwegen om misschien met cosmetica te beginnen. Maar nee, echt? Want, allee, er zijn heel veel influencers die dat doen. Hè. Cosmetica, het zijn wel altijd vrouwen, maar dat maakt niet uit. En die hebben dan cosmetische producten, hè, en die brengen dan cosmetische producten op hun naam in, uit. En dan, en die scheppen geld en zo. En die maken ook altijd van die instructiefilmpjes ook. Hè. Nee, die maken van die instructiefilmpjes en dat gaat dan altijd over zo, my morning routine. En zo, wat ze 's morgens allemaal doen. Ja, dan doen ze een video krijgen, dan beginnen ze met eerst natuurlijk eerst een dagcrème, uiteraard. En dan fondantin, en dan yoghurt. Ik ken die naam dan wel niet. Dus. Maar ik zag dat op een bepaalde dag en ik dacht van, ja, maar godverdomme, kijk ik eigenlijk ook een goede ochtendroutine. Ik heb ook een goede, ook met productjes. Ik heb 3 productjes. Mijn ochtendroutine bestaat uit 3 productjes. Dat is koffie, whiskas, wc-papier. Ja. Dus je neemt 's morgens een halve tas koffie, je kapt er wat whiskas in, daar duw je een halve rol wc-papier bij, dat kneed je tot een papken, dat papken smeerde in je gezicht en dan krijg je dit. Tada! Ja. Dit is geen baard, het is schimmel. Ja. Maar nee, maar even zonder zeven nu, ik heb wel een perfecte ochtendroutine en de gouden tip van vanavond eigenlijk. Perfect. En het is wel met die 3 producten. Het is koffie, whiskas, wc-papier. Dat is mijn ochtendroutine. En die volgorde, heel belangrijk, koffie, whiskas, wc-papier. Ik begin mijn dag met een tas koffie. Ja. En daardoor, zoals bij iedereen, schiet mijn fabrieksknier een beetje in gang. Dus ik moet naar het wc. Maar ik moet er altijd eerst voor zorgen dat de kat eten heeft gekregen, want anders zit hij de hele tijd aan de wc-deur. Zo, miauw, miauw, miauw. Dan kun je niet op je gemak kaka doen, nee. Dan zit ze, ah, kom aan, alsjeblieft, wacht. Miauw, miauw, ja, wacht. Dan begint het te persen. Ik zeg, ah, kom aan, wacht nog, mensen. Ah, dit is miauw, ja, wacht. En dan krijg je rimpels.